Het is een jubileumshow, dames en heren. Ik wou u in deze jubileumshow eens een stukje laten zien uit mijn eigen leven. Uit mijn eigen leven. Een passage uit mijn jeugd. Ik zou u willen laten zien hoe ik vroeger mijn hart wilde geven aan het theater. En hoe het tenslotte dan toch lukte. Dat zou ik u nu in het volgende symbolische tafereel een beetje willen laten zien. Het kwam eigenlijk zo. Ik zag een clown. Eigenlijk op een kermis ergens. Mijn eerste clown. En ik was zo'n jongen, zoals Wimpy hier. En ik vond zo'n clown geweldig. Ik dacht altijd, oh, een clown, dat is zoiets. Ik heb het eigenlijk nooit onder woorden kunnen brengen. Maar het begon op de lagere school. Ik had een rood kleurkrijtje in de bank. Dat had ik altijd bij me op school. En zodra de meester even uit de klas ging, dan nam ik stiekem dat kleurkrijtje en dan maakte ik mijn neus rood. Ik maakte mijn neus rood. Dan keken alle kinderen van de klas, die keken om en ze lachten allemaal. En eigenlijk was dat mijn eerste succesje. En s'avonds als ik thuis kwam, dan was er in de goede kamer thuis, daar stond de piano van Bonmama. En daarnaast stond een grote spiegel. En voor die spiegel ging ik dan oefenen. En dan probeerde ik verschillende figuren te maken. Bijvoorbeeld dansers, balletdansers, hè? En voetballers. Op zekere dag zag ik voor de eerste maal van mijn leven een clown. Buziau. Buziau. Na afloop ben ik door de nacht naar huis gegaan. Verward en betoverd. De volgende ochtend wakker werd, toen stond het vast voor mij. Ik wilde een clown worden. Ik vertelde het op straat aan de mensen die voorbij gingen, maar ze liepen door. Als de toneelspelers in de stad kwamen, dan ging ik ze quasi een vuurtje vragen op straat, omdat ik iets weten wilde over het theater, maar ze liepen door. Alleen de clown zocht mij, zoals ik zocht naar de clown. Het is geweldig een clown te zijn. Een clown kan piano spelen zonder piano. Hij kan appels eten zonder appels. Sappige perzingen. Kan jongleren, zomaar met niets. Het is geweldig een clown te zijn. En toen kwam die dag. Voor de eerste maal stond ik achter de coulissen te wachten met een bonzend hart. Zou het lukken? Zou het gaan? Wat ik zo graag wilde, gebeurde. De clown en ik hadden elkaar gevonden. De jaren gingen sneller en sneller en sneller. Het werden 100 voorstellingen en duizenden. Elke avond weer. En telkens opnieuw is het een belevenis als het rode gordijn openzwaait en je de mensen in de donkere zaal tegemoet mag treden. Zo ja, en dat was dan mijn liefdesverklaring aan het theater. Dan moet ik erbij zeggen, mensen, dat het toen ik pas in het theater ging, dat het toen allemaal net iets moeilijker was dan tegenwoordig. Gelukkig bestaat er nu in 1967 veel meer belangstelling voor het theater. Maar in mijn tijd was dat niet zo toen ik begon. Ik weet nog goed, als een krant dus 4 of 5 regeltjes schreef, dan was je heel trots en die knipte je uit en die stuurde je naar huis, naar je familie. Ja. Ik heb trouwens ook niet zo'n fijne jeugd gehad. Ik heb een beroerde jeugd gehad. Het gaat de laatste jaren gelukkig wel wat beter, maar... Ja, nee, dat gelooft u misschien niet, maar het is ook eigenlijk... Ach, ik ben het weer vergeten. Ik ben daar nooit erg rouwig om geweest, maar ik heb een beetje trieste jeugd gehad. Ik vond het niet zo erg, want ik geloof dat elk mens... U en ik en wij allemaal We hebben allemaal een donkere passage nodig in je leven. Dan kun je ook later het licht veel duidelijker onderscheiden. Hè? Maar ik was zo'n kind en toen heb ik eens met Sinterklaas de schoen gezet. Toen ik 's morgens opstond waren de veters eruit, dus ik hoef niet te